Good morning. Zit je hier goed? Heel goed. Kijk eens hier, we hebben allemaal lekkere dingetjes hier klaarstaan. We hebben net een ontbijtmandje ontvangen van Crisp Rolls. En daar gaan we allemaal lekker van. We gaan genieten, hè. Trouwens, voor alle duidelijkheid, het is alcoholvrije kava die we erbij deden. Ja, die hebben we ook gedronken op onze gender reveal, hè. Ja, dus er was dus echt, dus ook wel echt een flesje kava wel erbij, maar we drinken natuurlijk geen alcohol. Dus bij deze, wij zijn voor de alcoholvrije variant gegaan. Ja, en je hebt hier zo wat tomaten gemaakt. Ja, zo. Ik heb eigenlijk de bruschetta salsa gemaakt. En dan hebben we dat lekker op de Wat heb ik gemaakt? Doen, hè? Ja, de verse aardappelsap heb jij gemaakt. Aha. Ja, ga genieten. Welkom in Siberië. Het is de vooral te hoog gestart. Maar niet welkom in Siberië zeggen. Oh ja. Het is een beetje koud, hè? Ja. Oh my. We zijn aan het wandelen in ons dorp. Ja. Maar Ja, het is koud. Weet je, het valt eigenlijk nog wel een beetje mee. Zeg. Het is min 6 of zo om het duur. Je lichaam, je weet niet meer wat dat koud of wat dat warm is om het duur. Maar het is zo die wind, dat vind ik niet leuk. Hè. Dat is weer, ja. Het is niet harde wind, maar zelfs een kleine wind met koude temperaturen, dat snijdt meteen. Ja. Dat is een ondraaglijk gevoel, vind ik. Ja. Zo'n marteling. Mocht die in de winter niet zijn, zou ik nog veel verder willen wandelen. Maar nu heb ik zoiets van, dat is het misschien toch maar uit. Ja, we gaan het kort houden. De zon is er wel. Lekker, dus dat zorgt wel zo'n beetje voor, niet echt superveel warmte, maar toch een beetje. Je voelt dat toch, dat die er is. En ja, dat is fijn. Je bent wel heel erg glad is op de baan. Ah ja, dat is zo. Ja. En weet, het gaat alleen maar erger worden. De zon die gaat zorgen dat de sneeuw smelt. Het gaat hier nat worden. Dat is een grote ijsvlek. Uiteindelijk gaat de zon weg. Dat nat, dat wordt ijs. En met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja. Hè. Dus het wordt een gevaarlijke nacht, denk ik. Ja. Ja, ik denk zo tegen de avond. Dat zal opletten geblazen worden voor auto's. Dat ze niet gaan uitglijden. Ja, want en zo. Het gaat vannacht min 13 worden. Oh, amai. Ja, ik hou mijn hart alweer vast. Gisteren hebben we niet zoveel accidenten gezien in onze straat. We wonen in een redelijk drukke straat. En doordat er zoveel auto's rijden, dan heeft dat niet echt zoveel tijd om te bevriezen. Nee. Maar ik heb wel een auto zien vastrijden in de sneeuw. Dat wel. Maar ik was net te laat om het te vloggen. Ik heb het gisteren ook wel verteld, denk ik, eventjes zo. Trouwens, over gisteren nog een keer eventjes teruggesproken. Ja. Ik had gisteren dus superveel allergie op mijn rug. Ah ja, dat is juist, ja. En mijn buik ook, stond helemaal vol. Ja, maar nu vandaag... Het is weg, hè. Is het weg. En ik ben vandaag opnieuw in bad geweest, ja, tuurlijk. Ja. En nu heb ik het niet meer gehad, maar ik heb me wel heel goed wel eigenlijk ingesmeerd. Nog wel met ook nog een body lotion. Voor toch ook wel mijn huid heel goed te hydrateren. Ja. En voorlopig is het niet. Oké. Okay. Dus, het zou misschien van het water kunnen zijn, hè, want vrouwen zouden blijkbaar... Ja, er heel veel reacties op Instastories. Er kwam er heel veel reacties binnen, maar waarschijnlijk is het een waterallergie. Ja. Zo'n typische allergie voor zwangere vrouwen. dus ja, dat zou misschien dat geweest zijn. Wie weet. Ja, we zullen het nooit weten, zeker. We hebben nu... Gisteren hadden we ook wel ingesmeerd met iets. Een body lotion, maar wel body lotion, die hebben we niet meer gebruikt, hè. Nee, dat misschien was dat wel. Wie weet. We zijn weer terug thuis van onze wandeling. En Jeno die gaat... De sneeuw trotseren met onze auto. Oh my god, want dan moeten echt pakketjes dringend weg. Er moet ook nog inkopen ook nog gedaan worden. Dus voorzichtig, hè. Gaat het lukken? Stuur toe dat het precies wel vlot. Oh my god, spannend! Dag! Oh, dit is echt eng. Oké, nu blijf ik hier nog heel even staan als ik nu niks raar hoor. Is jij nou daar ook weg? Want ik zag nog altijd op mijn sokken trouwens in de garage. Oké, ik denk dat jij hem voorbij het huis geraakt is, veilig. En ik spring terug snel naar binnen, want het is koud buiten, zo, amai! Mijn voeten ook. Mijn voeten bevriezen bijna. He. Snel terug naar de warmte hier binnen. En dan wachten tot er een of andere service hier aankomt. Met dan de boodschappen allemaal een beetje uit te laden. Terwijl ik nog een beetje werken. Eerst op de computer hier beneden. Warm. Heerlijk lekker. Zalig.
En Jeno is terug thuis van de winkel. Oh ja, het moet ook altijd al bijna middernacht. Het is allemaal goed gelukt. Ja, het is allemaal goed gelukt. Nadat we al het winkelwaren hadden eigenlijk uitgehaald, dus hebben we direct eigenlijk beginnen te koken. We hebben de hele avond nog aan het koken geweest en lekker aan het eten geweest, aan het genieten geweest. En nu is het avond en gaan wij in ons bedje kruipen en wij zien jullie heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.